En Raoul, 40 jaar bestuurslid bij Duno. Ja, nu het 100 jaar bestaan. Er is wel heel wat veranderd in de loop der jaren. Zeker, maar wat gebleven is, is dat Duno een hartstikke fijne vereniging is om te zijn. Als je hier komt, dan vragen we niet waar je al die tijd bent geweest, maar vooral hoe gaat het met je. Het is een warme vereniging waar ik zelf al ruim 40 jaar rondloop. En waar gebleven is dat vriendelijke gevoel dat je altijd welkom bent. En we zijn natuurlijk een ontzettend goede voetbalclub. Ja, want je bent ook selectiespeler geweest. Wat herinner je nu nog uit die periode? Ik weet wel, de velden waren niet je van het. Nou, dat waren natuurlijk dramatische velden in het Haagse. Die wij zelf velden vol sleuven noemden. En gaandeweg het seizoen moest je echt van kant naar kant springen om zeg maar van de ene kant naar de andere kant van het veld te komen. Wat dat betreft is er natuurlijk enorm veel veranderd in al die jaren. Duno nu 100 jaar met 2 kunstgrasvelden en een fantastische accommodatie. En dat die tijd komt nog dat je naar de afkeuringslijsten ging en toch wel weer baalde als die gaatjes in die afkeuringslijsten zaten. Want dan was Duno toch wel weer afgekeurd en dat gebeurde wel heel vaak in die jaren. Ja. Gekscherend zei ik in die tijd wel eens van Duno, het valt wel mee het aantal plassen. Er staat er maar één, maar wel van goal to goal. Ja, het was echt slecht. En je wist ook als het op donderdag gaat regenen en vrijdag gaat het weer regenen, dan is het klaar. Toch bewaren we daar dan goede gevoelens aan, want uiteindelijk werd de competitie uitgespeeld. Ja, en Duno is natuurlijk ook wel een beetje berucht om die velden. Uiteindelijk was het wel een enorm thuisvoordeel, want niemand wilde hier op een normale manier voetballen. Dat ging ook helemaal niet. En Duno paste zich daar natuurlijk wel goed aan. In die jaren 80, 90 van de vorige eeuw was dat wel een soort thuisvoordeel wat we altijd hadden. Ja, terugkijkt, 40 jaar bestuurslid, de club bestaat 100 jaar, je hebt een groot gedeelte van meegemaakt. Wat was nou bijvoorbeeld een hoogtepunt? Nou, ik denk dat de stap naar deze accommodatie, waar we nu staan en met een grote reunie en een receptie feestvieren, dat wel een hele mooie stap is geweest. Dat we dat samen met Stadion en uiteindelijk partners, hè, Bloedbank en twee samen hebben kunnen doen. 2007 geopend. En het volgens een mooi concept, want wij huren nu dat gebouw en dat kunnen we goed betalen als vereniging. Tegelijkertijd de kantines die we daarvoor hadden, zowel hier aan de Nolenslaan als tijdelijke behuizing op Kijkduin, daar bewaren we ook hele goede herinneringen aan. Maar dat is een hele mooie stap geweest, als ook de 2 kunstgrasvelden. Want ja, voor het voetballen, continuïteit binnen die vereniging, vooral voor de jeugdleden, het was nog heel vervelend als dat veld weer was afgekeurd, konden ouders naar huis. Ik denk dat daar de club enorme stappen in heeft gezet. Terecht zeg je, Duno is altijd een voetbalclub waar de sfeer en de gezelligheid ook heel belangrijk is. En als je ook kijkt naar de accommodatie, zou je eigenlijk zeggen, deze club moet eigenlijk op een wat hoger niveau toch spelen. Ja, en dat vinden we ook allemaal wel. En nu 4e klasse. We waren ooit de op 1e hoogste. We speelden ooit in de op 1e hoogste klasse in het zaterdagvoetbal. De hoogste zaterdagclub van Den Haag geweest. In die jaren waren we daar ongelooflijk trots op. Ja, tegelijkertijd heeft het voetbal zich ontwikkeld. Heeft Duno niet met alle ontwikkelingen willen meedoen, spelers halen. Soms wel degelijk, maar soms ook niet. Nu spelen we 4e klasse. Ik denk dat we allemaal wel vinden dat de 3e klasse er op een dag in zou kunnen zitten. Tegelijkertijd met de versterkte degradatie zie je ook dat al die klassen wel sterker worden. En dat de 4e klasse helemaal niet meer zo slecht is, zal ik maar zeggen. Maar een keer 3e klasse zit er zeker in. Als je me de vraag zou stellen, wil Duno naar nog hoger op? Dan denk ik dat we hier met z'n allen zeggen, nou, dat is een mooie droom, maar dat is niet zo realistisch. 100 jaar receptie op de vrijdagmiddag. Als je ziet hoeveel mensen erop afgekomen zijn, dan blijft die club toch wel in trek. 180 reunisten op een vrijdagmiddag. Overgaand in een receptie met nog meer mensen. Ja, Duno is toch een hele warme vereniging. Er zijn vandaag mensen terug die ook ik in 20, 30 jaar niet heb gezien. Dat is omdat ze om allerlei redenen geen tijd meer hadden of niet meer konden komen. En vandaag terug zijn alsof dat de dag van gisteren was. En dat is wel heel fijn om te zien. Mooie gesprekken. Dat geeft wel aan dat die groen-zwarte vereniging echt wel een vereniging is. Waarin mensen altijd zich kunnen thuisvoelen. En waarin je altijd welkom bent als je lid bent geweest of niet lid bent en je voelt je thuis. Goed, je stopt bij Duno's bestuurslid. Ondanks dat blijf je toch nog wel het een en ander doen voor de club. Nou, ik vind het wel leuk om stukjes te tikken. Daar ga ik zeker mee door. Tegelijkertijd heb ik hier gezegd, hè, dat past ook een beetje bij goed besturen, vind ik. En dan is 40 jaar al veel en veel te lang. Dat je een keer zegt, het is mooi geweest, geef anderen de ruimte. Bovendien merk ik bij mezelf dat de maandelijkse bestuursvergadering of andere dingen misschien wat heel vaak voorbij kwamen. Dan word je zelf ook wat minder scherp en enthousiast. Nou, als je dat bij jezelf signaleert voordat anderen dat signaleren, dan is het goed om er een punt achter te zetten. En ik ben niet weg bij de club. Ik blijf lekker actief achter de schermen. Kinderen voetballen hier. Ik fluit nog wel eens een wedstrijdje. Vind ik allemaal leuk om te doen. En er komen wel weer andere tijden. En wie weet waar dat nog toe mag leiden.